Zullen we beginnen? Ja, het staat al aan. Ja, ik zat, het staat al uren aan. Kun je ons iets vertellen over dit boek? Ja, Strover is een roadtrip eigenlijk, kort gezegd. Mm. Dat een 17-jarige, de 17-jarige Fee, die gaat aan het eind van de zomer op een snikhete dag beslissen om met haar neef Elvin, die een oude auto heeft, naar Parijs te gaan. Mm-hmm. Zomaar. Ja, in het boek kom je daar ook langzaam achter wat hun motieven zijn om dat te doen. Maar ze vertrekken naar Parijs en uit de eerste regel blijkt al dat ze daar natuurlijk nooit gaan komen. Want dat is het gegeven van een roadtrip. Je maakt een reis, maar waar, mm-hmm. Waar die heen gaat, dat blijft ongewis. Via de Club van Echte Lezers zijn er heel veel recensies verschenen over Strover. Ik zal een aantal belichten, korte zinnen. Bijvoorbeeld van Danielle. Als ik dit boek moet omschrijven, zou ik zeggen, bijzonder indrukwekkend en pakkend. Het is knap werk om je als schrijver in het hoofd van een rauwe puber te kruipen. Want het boek gaat ook over Fee en ze gaat op een roadtrip, maar dat doet ze ook omdat ze nog de dood van haar vader probeert te verwerken. Ja, ja, dat klopt. Je komt er eigenlijk in het boek langzaam maar zeker achter wat dat voor haar betekent. Ze doet daar in het begin eigenlijk heel achterloos over. Van ja, ik moet misschien maar vertellen dat 3 jaar geleden is mijn vader dus overleden. Anders blijft dat de hele tijd maar een beetje tussen. Dus dat, bij deze zeg ik dat even. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet zo zijn dat je dat achterloos vertelt. Je komt er langzaam achter wat dat echt met haar doet. En het moeilijke van zoiets, natuurlijk van zo'n rouwproces, is dat je zelf niet precies weet wat dat is, rouwen. En wat je nou precies doet. En waaraan je nou merkt dat je vader mist. En daar is een roadtrip dus heel goed voor. Want dan ontmoet je natuurlijk allemaal bizarre gebeurtenissen, bizarre ontmoetingen. Mm-hmm. En door de ontmoetingen met anderen kom je er ook meer achter wie je zelf bent en hoe je denkt en wat je nou wil en wat er nou aan de hand is. En ik heb nog een vraag, eigenlijk van Annemarie Smit, maar heel veel mensen vroegen zich af, waar slaat de titel eigenlijk op? Wat is Strover? Ja. Nou, kijk, het is sowieso al leuk als mensen daarover gaan nadenken, dat ze ook niet meteen al dat antwoord voor het oprapen hebben. Want Strover is in principe natuurlijk gewoon een brandend stro. Een kenmerk daarvan is dat het heel heftig brandt, maar ook heel snel weer uitdooft. Mm-hmm. En het is ook een beeld geworden van iets dat heel korte tijd iets heel groots is. En dan weer verdwijnt uit de belangstelling. Mm-hmm. In het begin van het boek is sprake van een brandende hooiwagen op de weg. Ja. Dan wordt het woord wordt daar niet genoemd. Alleen maar die hooiwagen die zorgt voor een enorme file en een enorme rookpluim. Waardoor zij dus allemaal niet naar Parijs meer kunnen en naar een afslag nemen. En dan in een Vlaams dorpje komen. En dan gaat het helemaal, de weg kwijt. Dus dat stroofuur heeft in die zin een betekenis dat het meteen een scharniermoment is in het begin van het boek. Van het zet iets in gang. Maar in overdrachtelijke zin is de betekenis van stroofuur voor hun. Van, sowieso dit boek, dit verhaal, is een stroofuurtje. Het vlamt en het is weer verdwenen. Mm-hmm. Alleen het heeft wel effect gehad. Er is wel iets blijvend veranderd. In hun leven of ook in jouw leven? Ja, nou in mijn leven sowieso. Want als je een boek hebt geschreven, dan dat gaat nooit meer weg. Dat blijft altijd aan je vastzitten. Als een lichaamsdeel, zeg maar. Ja. Dus dat is er en dat zal altijd zijn. Dus in die zin veranderd. Maar ook voor de personages en vooral voor Fee is er echt wel iets veranderd. Mm-hmm. Door dat vuurtje, wat zeg maar, in dit geval 6 dagen op vlamde. En aan het eind noemt ze het ook. Dan zegt ze, Elvin, jij en ik, wij zijn stroofuur. Dus, mm-hmm. Ja, en verder kan je daar nog bij bedenken wat je wil als lezer. Dat zou ik alleen maar leuk vinden als mensen dat doen. Nou, dat is dus gebeurd. Ik zag bij de Club Echte Lezers allemaal situaties hadden zich voorgesteld van, oh, daar moet het over gaan. En dat komt voor een deel ook overeen met wat jij nu zegt. Mm. Maar ik vind het wel leuk dat mensen zich van alles bedenken. En dat is ook belangrijk voor. Dat is de kern van lezers. Mm. Dat je zelf ook gaat denken.